Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u allen van harte welkom. Ook de gasten en zij die met ons mee luisteren en kijken via de kerkenomroep of YouTube. Onze voorganger vanmorgen is dominee Muis. De bloemen gaan vandaag naar mevrouw L. Drost, Westerkim, kamer 34, Hogeveen. Met een warme groet van de gemeente en van harte beterschap toegewenst. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde voor de renovatie van onze kerk. Als intochtlied zingen wij Psalm 105, vers 1, met aansluitend het Klein Gloria. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst. Blijft er een toetsje hangen, hè? Maar een tikje erop en hij doet het weer. Maar we zijn samengekomen om Gods glorierijke naam te belijden, hebben we gezongen. En die naam hebben we aan het eind van dat eerste vers ook willen eren. Geef zijn naam de eer, de naam van God. En over de naam waarin Lieke ook gedoopt zal worden, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Over die naam gaat het in deze dienst. Maar in een moment van stilte bidden we nu eerst om een zegen over deze dienst. Voor uzelf, voor degene die naast u staat of zit. En ook voor hen die thuis met ons verbonden zijn. Amen. Zo is dat.
En zo zijn we samengekomen omdat we geloven en belijden dat onze hulp te vinden is in de naam van de Heer. Die niet alleen de hemel en de aarde geschapen heeft, maar die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die niet loslaat wat hij met zijn hand begon te doen. En in een kerkdienst mogen we ons altijd in Gods naam begroet weten. Want genade zij u en vrede van God onze Vader door zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. In de gemeenschap die uitgaat van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. En we zingen van dezelfde psalm 105, het derde vers, waarin het ook gaat over de bevestiging van het verbond tussen God en mensen, de bevestiging van kind tot kind. We zingen het derde vers. Misschien mag ik eerst nog wel even zeggen, ik denk dat Gerrit de Ruiter het ook al gezegd heeft bij het woord van welkom, maar dat het fijn is dat u er allemaal bent. We hebben hier anderhalf jaar diensten meegemaakt met heel veel lege banken. En nu is er dan toch alweer een heel aantal banken bezet en dat doet ons denk ik allemaal goed. Dat is fijn om te zien en het is ook fijn om te horen, want het zingt heel anders. En dat u er allemaal bent, dat heeft voor een deel natuurlijk ook te maken met de doop van Lieke, Lieke Westert. Dus ik heb ook de indruk dat als er kinderen gedoopt worden, dat er meer mensen in de kerk zijn. Dus als we er nou met elkaar voor zorgen. U moet mij daar niet meer voor aankijken, want dat wordt een lastig verhaal. Maar als we er met elkaar voor zorgen dat er regelmatig kinderen gedoopt worden, dan hebben we mooie volle diensten. Ja, ik leg het maar bij u neer. Dus ik zie ook heel veel gasten, ook fijn dat die er zijn, jong en oud. En ik denk dat u Ellie bent, of niet? Ja. Ja, ik ken niet iedereen, maar ik had al zo'n vermoeden dat u, en volgens mij gaat u een inleiding op de doop met ons lezen. Dat is een gedicht, hè? Ja, wat de doop is, dat wordt in een gedicht door u onder woorden gebracht. Ellie Egging, de moeder van Marinka. U mag het op de preekstoel doen, maar misschien is hiervoor wel net zo veilig, hè? Als u goed in de microfoon praat, dan gaat het allemaal goed. Lieve Lieke, door het water van de doop wil de Heer een teken geven, niet alleen slechts voor vandaag, maar voor heel je leven. Door de doop hoor je bij Hem. Hij wil steeds je vader zijn. Hij geeft jou zijn grote onvoorwaardelijke liefde, ook al ben je nog zo klein. Word je groter, krijg je zorgen, leg je hand dan in die van Hem. Luister dan naar zijn stem. Die stem zegt, kom, vertrouw me maar, waarin je weg ook gaat. Want door de doop mag jij steeds weten dat God de Heer je nooit verlaat. Prachtig. Dank u wel.
Er is een tijd geweest dat we dus bij doopdiensten altijd een formulier lazen, hè? Maar een gedicht brengt dat ook allemaal heel mooi onder woorden. En een gevoel van dankbaarheid wat de doop, natuurlijk de geboorte in de eerste plaats van Lieke, maar ook de doop, een gevoel van dankbaarheid wat dat allemaal bij ons oproept, wordt ook onder woorden gebracht door Jan Smit. U kent hem, hè? Uit Volendam, geloof ik, hè? Jan Smit. En hij zingt een liedje dat heet Niemand zo trots als wij. Daar luisteren we maar even naar. Sluit heel eventjes je ogen maar. Voel de liefde om je heen. Jij maakt onze mooiste dromen waar. Sinds de dag dat jij elke dag hou ik jou in mijn armen. Een gevoel dat ik nooit eerder heb gekend. Niemand zo mooi als jij. Niemand zo trots als wij. Je bent een engel zo klein. Bij jou wil ik altijd zijn. Nu je geboren bent, iedereen jouw naam kent, zal ik de rest van mijn leven alles geven voor jou. Sluit heel eventjes je ogen maar. Ik denk dat als we langs de Hesselterdwarsweg fietsen, dat we dit lied regelmatig kunnen horen. Hè? Volumeknop op maximaal en meezingen. Ja, ik wil jullie maar vragen om te gaan staan, Roel, Henk en Marinka. Ja, u mag ook gaan staan, maar het is eigenlijk bedoeld voor hem. Want, Roel, Henk en Marinka Westert, welke naam, dat willen we eerst maar vragen. Welke naam hebben jullie aan je jongste dochter gegeven, waarmee ook zij zich gekend mag weten bij God en bij mensen? Lieke. Goed dat je dat zegt. Haar naam ook in ons midden uitspreekt. Lieke. Westert. En misschien dat we ook wel een foto hebben van Lieke. Kijk, we kunnen Lieke ook al wel zo goed zien.
en dit lijkt me ook een zeer recente foto, prachtig. Ik had gedacht dat ze misschien wel op een trekker zou zitten, maar het is een ander ding. Lieke. En Lieke is geboren op 11 augustus. Niet anderhalve week geleden, maar 2020. En ze is het zusje van Lis. Even zwaaien naar Lis. En jullie wonen, zoals gezegd, aan de Hesselter Dwarsweg nummer 1. Havelte is dat officieel, maar het is achter Oosteinde, dus het hoort gewoon bij ons. Toch? Ja, kerkelijk in ieder geval. Omdat God zijn verbond heeft opgericht met ons en met onze kinderen, mag ook aan onze kinderen de doop bediend worden. En ik verzoek jullie daarom om antwoord te geven op de volgende vragen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. En in gemeenschap met het belijden van de kerk. Hè, dus hoe we in het verleden ons geloof onder woorden hebben gebracht. Geloven jullie in God de Vader, onze Schepper en Verlosser? En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer. En in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt. En beloven jullie, Lis en Lieke, in woord en daad voor te gaan op de weg ons gewezen door de Heer. En het te doen onderwijzen in het woord van God. Roel, Henk en Marinka, wat is daarop jullie antwoord? Ja, van harte, zeiden ze. Jullie mogen weer gaan zitten. En terwijl u gewoon blijft zitten, gemeente, wil ik u graag ook een vraag stellen. Namelijk, wilt ook u Lieke Westert ontvangen in uw midden om haar in woord en daad te bewaren bij het hartsgeheim van de gemeente? En dat is dat we kinderen van één vader mogen zijn. Opdat ook zij, Lieke, haar doop zal leren beamen. Gemeente bijeen in de kerk van Berghuizen, wat is daarop uw antwoord? En toch klinkt het ook nog wel spontaan als je hier zo staat en gemeend. En ik ga er ook vanuit dat u het meent, dat we samen verantwoordelijk willen zijn voor een kindvriendelijke gemeente waar ruimte is voor kleine kinderen in de oppas. Wat grote kinderen van de basisschool in de kindernevendienst. Carola geeft in deze dienst kindernevendienst. En ook jeugd en jongeren waar we straks ook nog bij stil willen staan. Ik wil graag eerst voorgaan in een gebed. Laten we bidden. Vader in de hemel, met Lieke Westert in ons midden zijn we vanmorgen met velen samengekomen om haar ten doop te houden. Want haar leven staat aan het begin, het heeft nog geen herinnering, het is zo weerloos en zo klein, ze weet nog niet hoe het zal zijn. En daarom bidden we, o Heer, bevestig haar bestaan. En omgeef haar met uw naam. Want zij weet nog niet wat leven is, wat liefde is en wat gemis. Ze weet nog niet van nee en ja, van ondergang en gloria. En daarom bidden wij, o Heer, bevestig haar bestaan en omgeef haar met uw naam. Zo zijn we dankbaar en stil van verwondering met Lieke hier in onze kring. Het water wacht. De diepe zee geeft haar een taal en teken mee. O Heer, bevestig haar bestaan en omgeef haar met uw naam. Amen. Nu zie ik dat er nog geen water in het doopvont is. En dat is toch eigenlijk wel de bedoeling. Zonder water lukt het niet. Zonder water doen we het niet. En misschien dat Saar, wie is Saar ook alweer? Daar is Saar. Even zwaaien naar Saar. Saar die zwaait terug. Misschien wil jij wel met Lis het water ophalen. En Roel Henk loopt wel even mee. En Ali loopt ook wel even mee. En dan komt dat allemaal goed. En wij gaan ondertussen zingen.
Albert Jacob, op een bekende melodie of op een onbekende melodie? Nee, bekende melodie. Oké, op een bekende melodie. Het lied Kind, wij dragen je op handen. Ik doe dit toch maar even, voor de zekerheid. Ik hoop niet dat je het vervelend vindt of afstandelijk, maar we komen dan toch weer wat dicht bij elkaar. Als jullie nou met je kinderen en vooral ook met Lieke, maar Lis natuurlijk ook, aan die kant van het doopvont gaan staan, dan ga ik aan deze kant staan. Dan houden we geen 1,5 meter afstand, maar wel een beetje. En als er kinderen in de kerk zijn die zeggen van, ach, ik wil het wel van dichtbij meekijken, je kunt het ook op de schermen zien. En misschien moeten we ook een beetje voorzichtig zijn met elkaar. Maar als je zegt, ik wil het heel graag zien, dan kun je hier gaan zitten op deze eerste bank. Of gewoon dus naar de schermen kijken. Laten we dat maar doen, hè? Ja, Saar ook, tuurlijk. Saar uit Dalfsen. Fijn dat Saar er ook is. Grote vriendin van Lis. Nichtje van Lis. En van Lieke. We gaan Lieke dopen. Als jullie Lieke nou een beetje dichterbij brengen. Lieke,
Westert, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Lieke, Jezus zegt in Johannes 10 ook tegen jou, ik ben de goede herder en ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Amen. Zo, als jullie nou daar gaan staan en de gemeente gaat ook staan, dan zingen we bij de doop lied 416, de verzen 1 en 2 van 416. Dat was mooi. Mooi ook dat u dit gebed, want dat is het, hè, 416, dat u dat voor Lieke hebt willen bidden, zingend. Mooi moment. Dopen en de doop bediend krijgen, Saar en Lis en Roel Henk, dat is ook delen in het licht waarvan Jezus zegt dat hij het licht der wereld is en ook leven met de opdracht om te zijn als een kaarsje dat brandt in de nacht. En het is goed om deze kaars, de doopkaars, ook aan te steken aan de paaskaars. Zo wordt het licht van Pasen ook aan Lieke. Jullie hebben denk ik al een kaars van Lis meegekregen. Ja, nou heeft Lieke ook een doopkaars. Lieke Westert, 22 augustus 2021... Misschien dat Saar en Lis en Roel Henk, als jij dat nou een beetje begeleidt, dan gaat het misschien ook wel goed, de kaars aan kunnen steken en die dan vervolgens op tafel neer willen zetten. Nou, maar goed vasthouden. Goed vasthouden. Roel Henk, begeleid jij dat ook een beetje? Gaat dat goed? Gaat goed, hè? Nou, anders, nou ja. Doe het maar zoals je denkt dat het moet. Hij wiebelt een beetje die kaars, hè? Hou hem vast. Om het licht aan je kinderen door te geven kost soms wat moeite, maar als je volhoudt, dan lukt het toch. Dat zien we maar weer. Als je de kaars nou op tafel zet, dan krijg je die na de dienst mee naar huis en op 22 augustus volgend jaar, 2022 en het jaar daarna enzovoort, wordt die kaars misschien wel weer tevoorschijn gehaald en dan kunnen jullie nog eens met je kinderen praten over
dat ze gedoopt zijn. Gerrit, als jij nou bij wijze van herinnering de doopkaart aan de ouders meegeeft. Ik wil graag met u danken en bidden. Want Vader in de hemel, we danken u voor alles wat we hebben mogen horen en zien en zingen bij de doop van Lieke Westert. Want samen met Roel, Henk en Marinka en met de grootouders en met de kring van familie, vrienden om hen heen beleven ook wij als gemeente dit moment als een moment van dankbaarheid. We zijn dankbaar voor de geboorte van Lieke. Dankbaar ook dat u in de doop uw naam aan haar meegeeft. Als teken en als toezegging van uw nabijheid. U omgeeft haar van achteren, van voren. U legt uw hand op haar. En wij mogen daardoor weten dat onze kinderen ook uw kinderen zijn. En we bidden u, geef dat Lieke haar doop ook zal leren verstaan als een rotsvast fundament onder haar bestaan. Geef dat we zo allemaal onze eigen doop leren verstaan. En leer ons steeds weer en steeds meer de gave en de opgave kennen van het leven met u. En zegen Roel, Henk en Marinka in de opvoeding van Lis en Lieke. En geef dat we ook als gemeente de mogelijkheden blijven vinden om onze kinderen vertrouwd te maken met wie u bent. Zo bidden we om een zegen voor het jeugdwerk van de kerk. En we bidden ook voor kinderen die opgroeien in gezinnen, dichtbij of ver weg, waar welvaart en welzijn ontbreken en waar geluk en liefde ver te zoeken zijn. Leer ons, Vader, om onze rijkdom te delen met wie zoveel minder heeft, maar niets minder is. Vader, we bidden u vandaag ook voor hen voor wie het ouderschap een onvervulde wens is gebleven. Want we beseffen heel goed dat het niet vanzelfsprekend is om zomaar een kind te mogen ontvangen. Leer ons ook daarin om oog en oor te hebben voor elkaar. Leer ons om oog en oor te hebben voor uw woord. Geef dat het een lamp voor onze voet en een licht op ons pad mag zijn. Vader, dat bidden we ook voor hen die thuis met ons meeluisteren. Wees met uw Heilige Geest in ons midden, ook als we een gedeelte uit de Bijbel gaan lezen. Wees met heel uw kerk, waar zij zich ook op aarde bevindt. In Jezus' naam. Amen. Ik ga ook een kaarsje aansteken, Carola, en dan geven we dat mee aan de kinderen die naar de nevendienst willen gaan. Dus de kinderen van de basisschool, zal ik maar zeggen. Hè? Onderbouw of bovenbouw maakt niet zoveel uit. Hè? De kinderen die naar de... nevendienst gaan... Rek je je daarmee? Oh, Henny die komt even helpen, denk ik, hè? Ga je helpen, Henny? Fijn. Nou, veel plezier. We zien jullie straks weer terug.
Ja, zo zit je bij je vrouw en je kinderen en zo zit je in je eentje. Maar het komt allemaal goed. Jan Willem, jij wil met ons lezen uit het slot van het evangelie naar Matteüs. De versen 18 tot en met 20 zeg ik tegen de mensen thuis, maar die kunnen dat ook zien. Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Dankjewel. En zalig zijn zij die ook hierin het woord van God horen doorklinken en het bewaren en overleggen, overdenken in hun hart. Halleluja. Na de overdenking is het een lied uit de bundel Geroepen om te zingen. Lied 199, de verzen 1, 3 en 4. Het tweede vers slaan we over, want dat gaat over het avondmaal. Maar de verzen 1, 3 en 4, ik zal er zijn voor jou. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als iemand lid wil worden van de kerk. Als iemand lid wil worden van de kerk. Of als we willen dat onze kinderen lid worden van de kerk. Waarom kan dat dan niet gewoon door een inschrijvingsformulier in te vullen, naam, adres, bankrekening voor de contributie, dat lever je in bij de secretaris. Klaar is Kees. Net als bij alle andere verenigingen of organisaties waar je lid van wil worden. Als mensen lid willen worden van de kerk, waarom kan dat dan alleen door de doop bediend te krijgen? Dat vreemde ritueel, hè, een mooi ritueel, maar ook het vreemde ritueel waarbij er een klein beetje water over iemand wordt uitgegoten. Is het niet veel gemakkelijker, minder gedoe, om het lidmaatschap van de kerk administratief te regelen? Gewoon thuis achter je laptop. Ik kom daar straks op terug. Morgen beginnen de scholen weer. En de vakantie ligt dan voor de meeste van ons achter ons. Ouders kunnen misschien wel weer een beetje opgelucht aan. Nou, dat is ook overdreven natuurlijk. Maar het is toch fijn als de kinderen weer naar school kunnen. Hè? En eerlijk gezegd, denk ik dan wel eens terug aan dat liedje van Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja, mooie zomer. En de zomervakantie, het is voor mij nog niet zo lang geleden, maar die begint voor mij altijd op het moment dat ik aan het begin van de zomervakantie ergens kan gaan zwemmen. Dit jaar in de rivier de Tarn, Zuid-Frankrijk. Pas bij de eerste duik in het water heb ik het gevoel dat ik echt alles achter me kan laten. Dan spoelt als het ware een seizoen van mij af. En als ik dan een tijdje rondgezwommen heb, dan voel ik me herboren. En misschien is die ervaring ook wel te vergelijken met de doop. Alles wat geweest is, dat spoelt in de doop als het ware van je af. Je wordt in de doop gereinigd en opnieuw geboren. En dat is een kostbaar besef. Maar bij de doop van een kind van net een jaar spreekt dat besef ons misschien wel wat minder aan. Want er is natuurlijk toch altijd een zekere aarzeling als bij de doop van kinderen dat aspect van reinigen wordt benadrukt. Waarom zou Lieke
moeten worden gereinigd. Wat moet er dan van haar worden afgespoeld? Ze is toch spreekwoordelijk en denk ik ook letterlijk nog zo onschuldig als een kind. Dat is ook zo en voor God zal dat ook zo blijven. Vorige week hebben wij bij het gedenken van Hilbert Hagewoud in deze dienst Psalm 103 gezongen. En Psalm 103 zegt en zingt: zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, zo omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Een van de mooiste psalmen in de Bijbel. Ongetwijfeld ook een lievelingspsalm van Jezus. Maar die psalm die zegt dus: God omringt ons met erbarmen. Erbarmen, dat betekent Gods liefdevolle nabijheid. Die omringt ons, die omgeeft ons. Voor ons, achter ons, naast ons, boven ons, onder ons. Zoals water je omgeeft als je een duik neemt. De doop is een teken. Geen voorwaarde, zeg ik wel eens, maar een teken dat ons bevestigt, dat betekent en ons bevestigt en ons er telkens weer aan herinnert dat we kinderen van God mogen zijn. Want we zijn van Hem, zingt Psalm 103. En daartoe worden we dus gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, is dat hetzelfde als dopen namens de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Is dat hetzelfde? In de naam en namens. Ik denk het wel, maar misschien mag je daar toch ook nog weer iets anders onder verstaan. Want als er gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan is die naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bij wijze van spreken iets waar je iets anders in onder kunt dompelen. Als je iets in water doopt, als je iets in water onderdompelt, dan wordt dat helemaal omgeven door water. En als je iemand niet alleen in water, maar vooral ook in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest onderdompelt, dan wordt degene die gedoopt wordt helemaal omgeven door de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wij dopen met een paar druppeltjes water, maar in Bijbelse tijden ging dat toch echt anders. Je ging helemaal kopje onder als je gedoopt werd. In de Jordaan bijvoorbeeld, hè? Zoals met Jezus zelf ook is gebeurd. En er zijn kerken waarin dat nog steeds op deze manier gebeurt. In onze kerken mag dat ook. Ik zeg het maar. Het is niet verboden, sterker nog, ik zou het zelf prachtig vinden. Hoewel het hier misschien wat lastig is, hè? Maar er zou daar, waar nu het doopvond staat, best een bassin gemaakt kunnen worden. 2x2, 1,5 meter diep. Plateautje erover, voor als er niet gedoopt wordt. Water op 25 graden, moet kunnen. Maar dus als je helemaal ondergedompeld wordt, juist zo, wordt dan duidelijk dat je gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zoals je dan dus helemaal door water wordt omgeven, als je in dat water wordt ondergedompeld, zo word je dus ook helemaal omgeven door de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, als je in die naam wordt gedoopt. Zo is Lieke dus gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Niet in de namen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in de naam. Enkelvoud. Natuurlijk is er meervoud in God. We geloven in God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Maar die drie die zijn vreemd genoeg één en worden ook gekenmerkt door één naam. De naam van de Vader is Ik Ben.
En alles wat is, is daaraan ontleend. Ik ben die ik ben. En de Bijbel laat ons telkens weer horen dat we die naam mogen verstaan als ik zal er zijn voor jou. Zo laat God de Vader zich kennen. En God de Zoon draagt de naam Jezus en die naam betekent God redt. En zo wil God de Zoon in de naam van zijn Vader gekend worden. Hij zal er zijn voor jou en mij. Hij redt ons uit onze eenzaamheid, uit onze onmacht, uit onze verdwaaldheid, uit onze nood en dood. Zo staat de naam van God de Zoon in het verlengde van de naam van God de Vader. En de naam van God, de Heilige Geest, is trooster. En je kunt natuurlijk alleen maar iemand troosten als je dichtbij iemand bent. Hè, ik kan wel tegen de mensen die achterin de kerk zitten of boven in de kerk van nou sterkte en zo, maar dat is niet echt troost. Je kan alleen maar troosten als je dichtbij iemand bent. Als je zegt, ik zal er zijn bij jou. Ik zal er zijn voor jou. En zo staat de naam van God, de Heilige Geest, de trooster, ook in het verlengde van God de Vader en van de naam van God de Zoon. Het gaat telkens om die ene naam, ik zal er zijn voor jou. En Lieke is gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Met andere woorden, die naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die naam omgeeft haar volledig. Zoals water haar volledig zou omgeven als ze helemaal in water zou worden ondergedompeld. Als je lid wilt worden van de kerk, kan dat dan niet gewoon administratief afgehandeld worden? Ja, dat zou misschien wel kunnen, maar weet je wat het is? De doop is niet iets wat door ons is bedacht. Dat is het punt. Het is niet door ons bedacht. De doop is een gave en een opgave, een opdracht van God aan de kerk. Het is een sacrament, net als het avondmaal. Een opdracht van God aan de kerk. Jezus spreekt in Gods naam, in de gebiedende wijs, wat Jan Willem aan ons heeft voorgelezen, wat hij met ons heeft gelezen. Als Jezus aan het slot van het Matthäus-evangelie de opdracht geeft om te dopen, zo wil God zich laten kennen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Door de doop wil God ons laten weten dat hij ons omringt met erbarmen, zegt Psalm 103. Want wij zijn van hem. Halleluja. Amen. Thank you.
Mooi lied met een nog mooiere tekst. Ik zal er zijn voor jou. Dat is troost. We gaan danken en bidden, maar voordat we dat doen wil ik eerst nog een paar dingen met u delen. Want de kerkenraad is verheugd dat ze u mee kan delen dat kerkelijke huwelijksbevestiging is aangevraagd door Henriette van der Sar en Ludian Zantingen, Harm Smegenweg 5B in Koekangen. En de dienst zal Deo Volente plaatsvinden vrijdag aanstaande 27 augustus. Vrijdagmiddag, de dienst begint om 4:15. En ik hoop daarbij voor te gaan. En we wensen Henriette en Ludian en de wederzijdse familie van harte een feestelijke dag en een gezegende dienst toe. Want we gaan dat vieren. Want Ludian en Henriette, kent u ze? Jawel, hè? Die zijn er ook aan toe om te trouwen. Hè? Ja, dat kan. Daar kun je aan toe zijn. Hè? Eigenlijk hadden ze een jaar geleden al willen trouwen, maar daar kwam toen wat tussen. Een vervelend virus. Dus nu aanstaande vrijdag. En ik verheug me erop. Er zijn nog meer. Ik was in de afgelopen week onder andere bij mevrouw Henny Bruinemeijer-Driegen van de Nijsingweg, ik geloof nummer 21, in de wijk. En het gaat niet zo goed met haar. Dat weet u misschien wel. Maar ze vertelde me, haar zoon en schoondochter waren er ook bij, dat ze wacht op een plekje in een hospice. En dat zal waarschijnlijk het hospice zijn in Ermelo. Want daar woont haar zoon en haar schoondochter. En dat is allemaal natuurlijk verdrietig, maar ze heeft er zelf wel vrede mee en vindt daar ook rust in. Maar ik moest wel iedereen de hartelijke groeten van haar doen. En ze bedankt ons ook voor de vele fijne en goede jaren, goede contacten in ons midden. Ze is nu nog thuis. Hè, u weet dus haar adres. Niet dat u bij haar op bezoek moet gaan, maar een kaartje, dat zou misschien fijn zijn. En morgen ga ik met kerkblaadje aan de gang. Ik weet niet wanneer die verhuizing naar het hospice zal plaatsvinden. Als het kan, dan zal ik het in het kerkblaadje zetten wat het adres daar is. Ik was van de week ook bij mevrouw Luti Drost. Drost is het, hè? Lutina voluit. Ze woonde aan de Prinses Christinalaan en Gerrit heeft al afgekondigd, want de bloemen die gaan naar haar toe, dat ze dus verhuisd is naar de Westerkim in Hoogeveen, zorgcentrum. En ik moet van haar ook iedereen de groeten doen. En ze stelt het medeleven uit ons midden ook zeer op prijs. Ze is nogal doof. Hè, ik communiceer met haar via de iPad. Dus ik schrijf er wat op en dan leest ze dat en dan reageert ze daarop. Doofheid is erg. Doofheid, ik begin daar zelf ook al een klein beetje last van te krijgen. Maar doofheid, dat kan mensen eenzaam maken. Hè? En als je heel doof bent, dan kun je heel eenzaam zijn. Maar ook voor haar geldt, een kaartje doet wonderen en dat wordt zeer aandachtig gelezen. Ze stelt het allemaal zeer op prijs. Ik zal haar nieuwe adres in het kerkblaadje vermelden. Op zaterdag 4 september, dus dat is gisteren over 2 weken, dan organiseert de commissie Kerk en Jeugd, ik mag niet zeggen een nacht zonder dak, het heet Outside in a Box. Je kunt out of the box denken, hè? Dan bekijk je de hele zaak weer eens op een andere manier. Nou, dat heeft hier ook mee te maken. Jongeren die willen zich dan verplaatsen in iemand die geen dak boven het hoofd heeft. En er zijn ook steeds meer jongeren, ook in ons land, voor wie dat geldt. Maar dus de jongeren van het voortgezet onderwijs, die mogen hieraan deelnemen. We verzamelen, ik denk hier, bij het middelpunt, denk ik, om 4:15.
'Smiddags. Zaterdag 4 september, 4:15. En ze gaan dan zelf een hutje bouwen van karton waar ze dan die nacht in slapen. En de volgende dag, zondag 5 september, ga ik voor en dan zitten ze allemaal hier op de eerste rij. Verder is het dan de bedoeling dat de jongeren zich ook laten sponsoren als ze een nachtje buiten slapen. En het goede doel is het onderhoudsproject waar Henry samen met Rick, Henry Zanting en Rick Lubberts, met een groep andere bouwvakkers, zal ik maar zeggen, in het najaar, oktober, zoiets naartoe zal gaan in Armenië. Hè? Armenië, ja. Dus alle waardering en respect daarvoor. En we hopen dat dit ook een bijdrage zal kunnen leveren aan jullie prachtige initiatief, wat je met gemeenteleden ook uit andere, het Dwingelo geloof ik, hè, of Diever enzovoort doet. Hè. Dus je kunt je opgeven via de app, ik weet niet welke app, maar een app bij Dieneke, de vrouw van Jeroen, achter de knoppen, Dieneke Drost en Gerco Drost. Geen familie volgens mij, daarom zeg ik ook maar Dieneke van Jeroen. Maar bij Dieneke en bij Gerco kun je, hè, als je een keer Drost zegt hier in ons midden, dan gaat de hele gemeente zo'n beetje staan. Maar je kunt dus een sponsorlijst meenemen uit het middelpunt. Of die lijst wordt ook wel thuis bij je bezorgd als je je hebt opgegeven. Laten we maar danken en bidden, dat is het allerbeste. Vader in de hemel, we danken u dat u ons omgeeft met liefde en trouw. Zoals water ons omgeeft als we gaan zwemmen. Of zoals de lucht ons omgeeft waarin we ademhalen. U bent voor ons, achter ons, naast ons, boven ons, onder ons, in ons. U legt uw hand op ons. En we kunnen er ons niet altijd iets bij voorstellen. En tegelijk bidden we u ook, wilt u ons er de ogen voor openen? Want soms zien we het niet, soms geloven we het amper, soms is er een vermoeden, maar we doorgronden het niet. Vader, wilt u zich telkens weer te kennen geven? Wilt u onze ogen openen voor uw nabijheid? Wilt u onze oren openen voor uw woord? Wilt u onze harten openen voor uw liefde? Zodat we ons aan u kunnen toevertrouwen. En troost vinden in uw nabijheid, want u zult er voor ons zijn. Vader, dat bidden we niet alleen voor Lieke Westert, maar ook voor Henny Bruinemeijer. En voor Lutina Drost-Drost. En voor Henriette van der Sar en Ludian Zantingen, zegen hen al goede en neem hen in uw hoede en verhef uw aangezicht over hen en geef hen licht. Het licht van uw nabijheid. Vader, we bidden u ook voor de scholen in onze regio, christelijk of openbaar of anderszins. We bidden u voor de kinderen en de jongeren die morgen weer naar school gaan. En voor de leerkrachten en het ondersteunend personeel. Geef dat onze kinderen en onze jongeren niet alleen bedreven raken in rekenen en taal, maar vooral ook op een goede wijze leren omgaan met elkaar, leren omgaan ook met u. Vader, we danken u dat u onze kinderen en onze jongeren omgeeft met liefde en trouw op hun weg naar volwassenheid. Open daarvoor ook hun ogen. Zo bidden we u ook voor onze gemeente, voor ouders die zich zorgen maken over hun kinderen en voor kinderen die zich zorgen maken over hun ouders. En geef dat de liefde tussen ouders en kinderen alle zorgen kan dragen en kan verdragen. Vader, we bidden u ook voor de wereld om ons heen. Voor de bevolking van Afghanistan. De mensen die een onzekere toekomst tegemoet gaan. Voor vrouwen en meisjes in het bijzonder.
We bidden u voor allen die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet voor een vreedzame samenleving in Afghanistan, voor uitgezonde militairen in het bijzonder, voor militairen die gewond, gehandicapt of getraumatiseerd uit Afghanistan zijn teruggekomen, voor ouders, broers, zussen, partners, kinderen van militairen die daar gesneuveld zijn, waarbij het gemis zoveel pijn doet en de vraag bijt of het wel zin heeft gehad. Geef vrede, Heer, geef vrede. De wereld wacht zo lang. We bidden u voor mensen die op zoveel plaatsen in de wereld lijden aan de gevolgen van natuurgeweld, bosbranden, overstromingen, aardbevingen. We noemen de bevolking van Haiti in het bijzonder. Vader, de schepping zucht en kreunt als een vrouw in barensweeën. Laat uw koninkrijk komen, Heer. En in een moment van stilte leggen we ook datgene aan u voor dat ons persoonlijk van het hart moet en dat een ander niet voor ons zeggen kan. En zo bidden wij, hoor ons, als we ook samen hardop die woorden bidden die Jezus ons leerde toen hij zei, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Als we naar de schermen kijken, dan zien we waar er in deze dienst voor gecollecteerd zal worden. Nou, in deze dienst, na afloop van deze dienst, want bij het verlaten van de kerk, daar vindt u ook de collectezakken. Ik hoop dat u wilt denken aan kerk en aan diaconie en aan de zorg om het gebouw, de gebouwen bij de tijd te houden. Het kan ook nog op andere manieren, dat ziet u daar allemaal. We bevelen het van harte bij u aan. En we zingen het slotlied. Laten we dat maar staande doen, is Ali de kinderen aan het ophalen. Die komen dan vanzelf ook wel weer in ons midden. We zingen ons slotlied 415, 1 en 2. Nogmaals, laten we dat staande doen.
gebied, met name ook voor de kinderen in ons midden die terugkwamen uit de kindernevendienst. Het is toch nog wel een beetje een spannende tijd, dus als u straks de kerk verlaat, dan wil ik u maar heel nadrukkelijk vragen of u onderling ook afstand wilt blijven houden. Er zijn tijden geweest dat als we doopten, dat dan na afloop van de dienst de doopouders gefeliciteerd konden worden. Dat laten we nu nog even achterwege. Of het kan buiten gebeuren, maar in ieder geval niet hiervoor in de kerk, want dan krijgen we opstoppingen en voordat je het weet hebben we daar buikpijn van en zorgen over en dat willen we niet. Na de zegen zingen we het amen als het derde vers van hetzelfde lied 415. We mogen van hier gaan ons gedragen wetend in de week die voor ons ligt door de zegen van God. Want de Heere zegene u en Hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. En Hij geve u en jullie ons zijn vrede. Dus Roel, Henk en Marinka namens de hele gemeente van harte gefeliciteerd. En misschien dat u ook de mensen om u heen wel een goede zondag wilt toewensen.